Ik werkte als accountant. Toen heb ik een auto-ongeluk gekregen. Uiteindelijk kwam ik met een whiplash in de WAO te zitten. En op een gegeven moment kreeg ik een sterretje in mijn voorruit. En dat is het begin van dit verhaal. En ik wist helemaal niet dat überhaupt dat het handel was. Maar via een iemand bij ons in de buurt die dat deed toen de tijd, ben ik franchise-nemer geworden van een organisatie. Ja, dat heb ik uit weten te bouwen. En toen deed zich de mogelijkheid voor dat ik de groothandel waar ik altijd zaken mee deed, een Amerikaans moederbedrijf, die zou stoppen hier in Nederland, ik kon het overnemen. En een van de andere bedrijven waar ik zaken mee deed, die vond dat zo belangrijk en interessant, dat zij mij voor de helft financierden. Dus het was binnen 3 weken had ik een complete groothandel gekocht. Ja, zoals we allemaal weten, 2008, 2009, toen ging het licht een beetje uit in Nederland. En voor mij ook. Dus ik zat met een geweldige partij glas, stellingen, inventaris, noem het maar op. Ergens opgeslagen in een pand hier 2 straten verderop. Die ruimte moest ik huren voor 20.000 per jaar. En dan gaat het dus heel hard achteruit. Ik had geen groothandel, maar wel een restschuld. En dat was een fors bedrag. Voordat een ondernemer aanspraak kan maken op een BBZ-krediet, ja, moet hij toch aan aardig wat voorwaarden voldoen. Hè. De administratie moet bijvoorbeeld goed op orde zijn. We moeten goed inzicht kunnen krijgen in hoe de onderneming er feitelijk voor staat. Dat vraagt dus ook wat expertise aan de kant van de gemeente om een dergelijke regeling goed uit te kunnen voeren. Voor iemand die normaal de participatiewet uitvoert, is het toch lastig om opeens in jaarrekeningen en andere zaken te gaan zitten grasduinen. Om te kijken hoe de financiële situatie is. En wij zien een duidelijke meerwaarde als je daar toch een bepaalde mate van specialisatie in aanbrengt. En dat is ook al heel wat jaren geleden de reden geweest dat in de provincie Flevoland de 6 gemeenten met elkaar hebben gezegd, wij gaan dat samen doen, wij gaan die expertise bij elkaar brengen. En op die manier hebben we hier voor Flevoland de expertise voor het uitvoeren van onder andere de BBZ bij elkaar gebracht en hoeven de andere gemeenten zich daar niet over te bekommeren. Via ZLF kwam ik in de BBZ in aanraking en dat vangnet dat werkte prima. Maar met dat geld was ik dus even gered, zeg maar. Maar daarmee had ik nog geen handel weer. Mijn omzet was door de crisis ook drastisch teruggelopen. Nou, ik kwam in een kramp terecht. Ik durfde eigenlijk niet meer te ondernemen. En als ik nu terugkijk op wat ik in die periode deed, was dat eigenlijk pappen en nat houden. Zorgen dat je bezig blijft in de hoop dat het beter wordt. Nou, dat werkt niet. Goedemorgen. Wat je ziet bij ondernemers is dat ze inderdaad, de schaamte is enorm groot. Waarom ook? Kijk, je kunt ook niemand de schuld geven van het feit dat het niet zo goed gaat. Dat kun je alleen maar jezelf geven. Het is van hem of van haar, dus het voelt heel dichtbij. MKB Doorstart biedt voor de ondernemer in eerste instantie een snel contact. Want dat luisterend oor is in eerste instantie eigenlijk al het allerbelangrijkste. Dat even iemand gewoon aanhoort waar jij mee zit. En dan vervolgens kunnen wij op basis van dat eerste gesprek kunnen wij soms ondernemers al heel snel warm doorverwijzen aan een partij die al een oplossing voor hun probleem kan bieden. Maar in ongeveer 70% van de gevallen blijkt dat er toch meer nodig is en dat we gewoon een 1-op-1 gesprek nodig hebben met die ondernemer. We doen dat het liefst bij bijvoorbeeld een ondernemersplein of ondernemershuis. Dus iets in de regio wat daarbij past. Maar het gebeurt ook nog wel eens dat gewoon bij de, op locatie bij de ondernemer zelf dat gesprek plaatsvindt. In die periode zei mijn secretaresse op een gegeven moment, van Henk, zegt ze, jij moet meer naar buiten. Jij moet naar buiten, je moet gaan netwerken, je moet de boer op. En ik zal heel eerlijk zijn, ik zag daar tegenop als tegen een berg. Ik vond het verschrikkelijk. Maar ik heb het wel gedaan. En op de allereerste kleine netwerkbijeenkomst waar ik mijn neus durfde te laten zien, merkte ik dat het helemaal niet zo eng was. Sterker nog, ik vond het eigenlijk wel leuk. Dat was ten eerste gewoon het feit dat er mensen zijn die zich bezighouden met ondernemers die in de problemen zitten. Daar was ik eigenlijk heel erg verbaasd over. Ik ben daar specifiek ook naartoe gegaan voor een presentatie van 2 bedrijfscoaches.
Ja, die greep mij echt ontzettend aan. Ik zal eerlijk zeggen, ik zat daar met tranen in de ogen zat ik te luisteren, want het was zo verschrikkelijk herkenbaar. Ze zeiden onder andere, die zin die zal ik altijd bijblijven. We maken twee dingen mee. Of het is chaos in het hoofd van de ondernemer, of het is chaos in zijn bedrijf, of allebei. Nou, gelukkig was het alleen in mijn hoofd en niet in mijn bedrijf. En door mij aan te melden bij MKW Doorstart, hebben zij mij coaching toegewezen. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Goedemiddag. Meestal is er een financiële vraag door die ondernemer. Maar is de oorzaak bijvoorbeeld groei, hè, werkkapitaal wat nodig is? Of is het omdat de ondernemer eigenlijk een burn-out heeft gehad? Dat is natuurlijk dan, als je niks aan de oorzaak doet, ja, dan gaat het natuurlijk het financiële probleem blijft intact. Om dat te kunnen bepalen van wat is nu die vraag achter de vraag, vindt er een quickscan plaats. En we noemen dat een quickscan, maar dat is eigenlijk een gesprek met die ondernemer en dat snel die analyse wordt gemaakt. Wat is er aan de hand en welke partijen hebben we nodig om dit probleem op te lossen? Als je als gemeente even wat breder kijkt over de instrumenten die je in kunt zetten, dan behoud je wel dat ondernemerschap in dat geval. En als het ook nog een bedrijf is waar werknemers aan de slag zijn, ja, dan doe je echt een hele grote bijdrage aan het behoud van werkgelegenheid. Ja, en dat is uiteindelijk wel waar je als gemeente natuurlijk belang bij hebt. Want als dat niet gebeurt, dan heb je ze aan een ander poortje direct staan. En dat is het poortje van de participatiewet. Er zijn allerlei financiers en investeringsmaatschappijen die iets zouden willen als een ondernemer in problemen begint te komen. Maar je kunt daar ook wat actiever als gemeente mee aan de gang gaan. En zo'n stichting als MKB Doorstart, die helpt daarbij. Hier staat nu een hele andere vent dan toen, zeg maar. En we hebben nu een paar jaar achter elkaar een plus van 10% gedraaid in onze omzet. En als ik terugdenk aan die tijd dat we daarmee begonnen, met die coaching en zo, toen heb ik echt overleg gehad met een aantal adviseurs van moet ik mensen ontslaan? We zijn nu aan het nadenken hoe wij ons personeelsprobleem op moeten lossen. En dat had ik 3 jaar geleden niet gedacht. Dat is dus het dingetje wat MKB Doorstart gewoon goed doen. Het is niet alleen geld, het is niet alleen financiële ondersteuning, maar ze kijken gewoon naar datgene wat je nodig hebt. Ik eerst of jij eerst? Oh, je bedoelt aan de buitenkant. Half 1 redden we dat. Ondanks dat ik hier de boel aan het draaien moet houden, ben ik ook maar het mens. Heel gewoon, heel simpel. En die kan op een gegeven moment ook niet meer zien zitten. En ik ben heel blij dat daar actie op ondernomen is. En ja, net wat ik zeg, ik denk dat ik dat niet speel. Het is gewoon, het gaat een stuk beter en ik heb er weer lol in.